Ik zit hier met Jeffrey Leibeke-Bessie. Jeffrey, welkom. Fijn dat je tijd voor ons vrij wilde maken. Geen probleem. Oud-speler van NEC, maar je bent hier nog actief. Ja, klopt. Ik kom net van het veld bij de onder 18 vandaan die ik dit seizoen ga trainen. Ja. Dus ik ben nog druk actief bij NEC, vooral bij de jeugd. Dus dat is een mooie stap in mijn carrière die ik wil gaan maken als trainer. Ja, je hebt ook ambitie om naar het eerste te gaan. Nou ja, goed, dat is wel iets waar ik naartoe wil werken. En, ja, of dat hoofdtrainer is of assistenttrainer, dat is nog even in het midden. Maar ik wil wel, het is wel een ambitie om hier bij het eerste uiteindelijk te eindigen. Maar we gaan natuurlijk ook even over de derby, hè, want die komt er nou weer aan. Begint het bij jou te kriebelen? Ja, zeker. Dat zijn de mooiste wedstrijden natuurlijk voor spelers. Mooie sfeer normaal gesproken. En ja, iedereen heeft daar lange tijd naar gesnakt dat die wedstrijd weer eraan gaat komen. Dus ik denk dat heel Nijmegen, die een NEC hart heeft, heel snel de datum heeft genoteerd sinds dat het bekend is geworden dat ze 17 oktober tegen Vitesse moeten voetballen. Dus ja, bij mij gaat dat inderdaad wel leven. Maar weet jij jouw eerste derby nog die je hebt gespeeld? Oeh, dat is een moeilijke vraag. Ja? Ja, dat weet ik niet ook. Ja, dat mag ik erbij helpen. 2001, in de Gelderdoom. Ja. 2-1 verloren helaas. Ja. Je pakte geel. Dat gaat er nooit een lampje branden? Ja, ik moet al heel ver terug in het geheugen inderdaad. Maar ik kan me wel herinneren dat dat mijn eerste derby. En dat daar ook waarschijnlijk wel een gele kaart bij zou zitten. Nou dat je het zegt, gaat er wel wat meer naar boven komen. Maar als speler ben je er wel echt mee bezig. Dat je je daarop moet focussen, dat het strijd geleverd moet worden. Een stapje meer misschien? Nou ja, goed, weet je, uiteindelijk wil je gewoon een goed resultaat halen elke wedstrijd. Alleen, en nogmaals, ik ben ermee opgegroeid. Ik weet wat de supporters graag willen zien op het veld. Vooral bij zulke wedstrijden. En het is niet zo dat je dan meer gaat doen. Alleen het zijn wel natuurlijk duels die je misschien wat anders aangaat dan dat je tegen Ajax of PSV of Feyenoord speelt. Omdat je dat onbewust toch meekrijgt vanuit de jeugd. Dat dan ietsjes extra moet zijn in zulke wedstrijden. En dat gaat dan leven als spelers. In ieder geval zo heb ik dat ervaren. En dat bij jouw leven, dat hebben we gezien. Want na jouw terugkomst bij NEC. Was het vaak dat jij de sporters meenam in een feest. Ja. Ook in 2016 stond jij voor vak H 080. Neem eens mee, je wint dan die wedstrijd. Je had niet gespeeld, maar je gaat toch voor dat vak staan. Nee, ja, klopt. Uiteindelijk wil je als speler altijd zulke wedstrijden spelen. Want het zijn voor mij de mooiste wedstrijden om te spelen. En dan baal je eigenlijk wel dat je dan toch niet minuten maakt. Je houdt er wel rekening mee, omdat ik was het einde van mijn carrière. Maar goed, dan haal je wel een mooi resultaat. En dan ben ik wel iemand die het samen wilt vieren met, vooral met het team. Uiteindelijk hebben die het gedaan. Maar ook vooral voor de supporters, want daar leven ze al weken van tevoren naartoe. En als je dan zo'n moment meekrijgt, dan kan ik het niet laten om zeg maar, het samen met het team, het samen met de supporters te vieren. Het duurde best wel lang voordat ik stopte met het zingen. Maar dat is zeg maar ook weer van, dan zit je erin en, en als je ziet dan hoe het publiek daarop reageert, dan blijf ik altijd wel iets langer doorgaan dan dat je gepland had. In seizoen 2016-2017 vertrok Navarone voor van NEC naar Vitesse. Jij zat toen in de selectie. Hoe is dat gegaan in de groep? Heeft hij afscheid genomen of heb jij een appje gestuurd met goed, waar ben je mee bezig? Ja, dat was voor mij wel heel even zo van, wat doe jij eigenlijk, weet je? Puur ook om, je komt van eigen jeugd. Was je boos? Nee, niet zozeer boos, alleen ik vond het wel heel erg jammer dat hij die keuze had gemaakt. Ben ik van overtuigd dat hij naar een beter team zou kunnen gaan met zijn kwaliteiten. Ja, en plus twee, ik zie dat hij dan naar de club gaat, wat de aartsrivaal is van NEC. En dat zou ik persoonlijk nooit doen, omdat mijn hart ligt hier. En dat zou ik meer zien als verraad, maar dan praat ik vanuit mezelf, dat ik daarin ga. Laatste vraag, voorspelling voor zondag. Wat verwacht je ervan? 2-0. 2-0? 2-0 met een goede strijd. Een mooie pot voetbal plus de passie die je als een derby moet beleven. Hoop ik ook. Dankjewel. Graag gedaan.